Als je aan huwelijksfoto's denkt, dan denk je aan prachtig uitgedoste echtparen tegen de meest romantische achtergronden. Foto's waar de liefde en het geluk vanaf spatten. Sommige koppels leggen de lat een tikje hoger en gaan voor creativiteit. Beslis maar zelf of ze te hoog of misschien een tikkeltje te laag hebben gegrepen. Blijf kijken tot het eind, want nummer 1 mag je zeker niet missen. Geef deze video een duimpje omhoog en vergeet niet om je te abonneren en het belletje aan te klikken. 10. Eetbare bruid. Huwelijkstaarten behoren tot een van de blikvangers tijdens bruiloften. Bakkers doen er alles aan om aan de wensen van een dolverliefde koppel te voldoen. Op de huwelijksfoto's van het echtpaar Okbuta uit Dallas, Texas, zien we hen glimlachend het mes in hun taart zetten. Het bizarre was dat de 1,5 meter hoge taart een exacte replica was van de bruid zoals er op die dag uitzag. Het koppel besloot om na 10 jaar hun huwelijksbelofte te vernieuwen en vond het een goede gelegenheid om de jeugddroom van de bruid werkelijkheid te maken. Oorspronkelijk wilden ze een pop die op haar leek, maar toen dat niet was gelukt, was een taart haar plan B. Het duurde wel een paar maanden voordat ze een bakker vond die de enorme taak op zich wilde nemen. De taart werd in 5 weken in elkaar gezet en moest door maar liefst 4 mannen gedragen worden. Het gelukkige paar was zeer tevreden met het resultaat en wie weet was het stiekem de droom van de bruidegom om eens een stukje van zijn vrouw te kunnen proeven. 9. Robot dominee. Wordt dit echtpaar door een robot ingezegend? Ja, je hebt het goed gezien. Hebben jullie de perfecte trouwdatum gepland, maar kan de dominee juist op die dag niet? Geen nood, in Japan hebben ze daar een oplossing voor. Het huwelijk kan door een robot geleid worden. Is dit iets of niets voor jou? Het echtpaar Shibata liet hun huwelijksceremonie inzegenen door de robot iFairy genaamd. Overigens heel begrijpelijk, want de bruidegom is een professor in de robotica en de bruid is werkzaam bij de fabrikant van iFairy, Kokoro & Co. Volgens de bruid worden robots in Japan als vrienden beschouwd. iFairy nam haar taak heel serieus en had zeer toepasselijk voor de gelegenheid ook een bloemenkrans om. De 1,22 meter lange robot zat op een stoel terwijl ze nauwlettend luisterde naar de huwelijksbeloften die gedaan werden. Er kan van alles mislopen tijdens een bruiloft, maar onder leiding van een robot verloopt alles zeker volgens planning. 8. Groen en hangend huwelijk. Op je trouwdag toon je wie je bent als koppel. Waarin je gelooft, waarvan je houdt, waar je voor gaat. Ben je een niet-traditioneel stel, dan ga je voor een niet-traditioneel huwelijk. Het koppel op deze foto koos in plaats van een witte trouwjurk en donker pak voor een felgroene outfit en kapsel. Daar is niks mis mee, wie houdt er niet van verandering op zijn tijd? Wat deze huwelijksceremonie echter zo bizar maakte, is dat de tortelduifjes elkaar al hangend aan vleeshaak het jawoord gaven. Je begrijpt wel dat het hier niet om het eerste het beste stel ging, want ieder ander zou vergaan van de pijn. Maar ja, volgens sommigen kan de liefde ook pijnlijk zijn. Dit stel is vast en zeker gewend om zich op deze manier te uiten. En voor hun huwelijksdag werd geen uitzondering gemaakt. We durven er niet aan te denken op welke manier ze hun huwelijksreis hebben doorgebracht. 7. Vurige bruid. De meeste westerse bruiden kiezen wel voor de traditionele witte trouwjurk, maar om toch op te vallen kiezen ze voor andere, maar niet minder spectaculaire opties. Een populaire trend onder bruiden van de afgelopen jaren was om hun bruidsjurk als sluitstuk te vernietigen. Natasha Samuel, die in Israël haar jawoord gaf aan Daniel Jacobi, stak haar prachtige trouwjurk aan het einde van de dag in brand. Het is belangrijk om te vermelden dat ze de jurk nog aan had. Een goede vriendin goot vlambare vloeistof over de jurk, waarna ze die in brand stak. Het geheel leverde een paar sensationele foto's en video's op die door velen via het internet zijn bekeken. Het spreekt vanzelf dat zo'n actie het best bij een strandhuwelijk gedaan kan worden. Natasha kon met haar brandende jurk direct een duik in zee nemen om de vlammen te blussen. Haar bruidegom hoeft in ieder geval niet te twijfelen aan de vurigheid van haar liefde voor hem. Vind jij dit idee best wel cool of veel te gevaarlijk? 6. Gewapende bruid. Nog zo'n bizarre trend die we op huwelijksfoto's zien is het poseren met vuurwapens. In plaats van het bekende bruidsboeket kiezen een aantal bruiden voor het poseren met een pistool of geweer. Is het een waarschuwingsteken voor haar geliefde? Of misschien voor haar schoonmoeder? Zoiets als, met mij valt niet te spotten. Het blijkt dat deze bruiden en soms ook koppels een speciale liefde voor vuurwapens koesteren. Of misschien komen ze uit een familie met een vuurwapenbedrijf. Het kan ook zijn dat ze beide liefhebbers zijn van de schietsport. We hopen wel dat de wapens niet geladen zijn, want dat zou pas voor consternatie op het huwelijk hebben gezorgd. Ook hier geldt zien doen, laat doen, want na het zien van de foto's van een bruid die het al heeft gedurfd, besluit een ander om het ook te doen. Toegegeven, de foto's zijn best stoer om te zien.
Zeg jij ja of nee tegen deze trend? Vijf. Shrek en Fiona. Zijn Shrek en Fiona sprookjesfiguren of bestaan ze echt? Ben je ook gek op sprookjes en vind je dat jouw liefdesverhaal niet onderdoet voor Belle en het Beest of Shrek en Fiona? Dan kun je op je huwelijksdag als jouw favoriete sprookjespaar op het toneel verschijnen. Het echtpaar op de foto besloot hun droom werkelijkheid te maken door als een levensechte Shrek en Fiona voor hun huwelijk te verschijnen. Reken maar dat de huwelijksambtenaar groen zag van schrik. De sprookjesfiguren beloofden elkaar eeuwige trouw en leefden nog lang en gelukkig. Wij vinden het wel een origineel idee, zolang de dresscode alleen voor de bruid en bruidegom van toepassing is. Over lang en gelukkig leven gesproken. Om voor altijd leuke video's voor jou te kunnen maken, hebben we jouw support nodig. Geef de video dus nu meteen een duimpje omhoog, abonneer je en zet de bel ook aan. Kijk nu gelijk door tot het eind, want nummer 1 wil je niet missen. Vier. Verstikkende jurk. Elke bruid wil op haar huwelijksdag de mooiste van het land zijn. Het moet toch kunnen dat een bruid zich tenminste voor één dag in haar leven als een ware prinses gekleed mag gaan. En dan ziet ze het al helemaal voor zich hoe haar knappe prins op het witte paard verbijsterend en bijna ademloos staat wanneer hij haar voor de eerste keer ziet in haar sprankelende jurk. De droom is soms nog net iets anders dan de realiteit. De bruidegom op deze foto houdt zijn adem werkelijk in omdat hij anders bijna bezwijkt onder het geweld van de jurk van zijn beeldschone bruid. De enorme roze prinsessenjurk paste nauwelijks in de koets, laat staan dat er genoeg plek was voor de arme bruidegom. In dit geval had hij beter als een echte prins zijn prinses op een paard naast de koets naar hun gelukkige toekomst moeten leiden. Heb jij een andere oplossing voor hen? 3. Sleep baby. Wat een normale huwelijksfoto had moeten worden, werd wel erg bizar toen bleek dat een baby op de sleep van de jurk lag. Hoe had het echtpaar Brooks uit Tennessee, Amerika dat kunnen bedenken? De baby was hun 1 maand oude dochter die natuurlijk niet op het huwelijksfeest van haar ouders mocht ontbreken. De bruid kwam op het originele idee om haar baby op de sleep van haar jurk de kerk in te slepen. Het kleine meisje was volgens haar moeder wakker en stevig vastgemaakt aan de sleep. Toch waren velen van mening dat het een onverantwoordelijke daad van de ouders was. Volgens hen zou de kinderbescherming erbij gehaald moeten worden. De moeder reageerde op de negatieve comments door te stellen dat het hun keus was om hun dochter op die manier te slepen. Ze had helemaal geen spijt van haar beslissing en gaf aan dat alles goed was afgelopen. Toch is en blijft het een van de meest bizarre huwelijksfoto's. 2. Trouw tot in de dood. Gaan een bruiloft en de dood wel samen? Jenny Tay en Darren Chang uit Singapore kozen voor dit vreemde thema voor een aanstaande bruiloft. Op de foto zien we het fotogenieke koppel tegen de achtergrond van een doodskist poseren. De bizarre, maar fraaie foto's roepen vraagtekens op. Waarom een doodskist? Stel de trouw tot in de dood voor. Het koppel bleek zelf de leiding over een begrafenisonderneming te hebben. Het bedrijf was van de vader van de bruid die het had overgedragen aan het stel. Het idee voor de foto's kwam van de bruid en in eerste instantie was de aanstaande bruidegom er niet zo zeker van. Maar aangezien doodskisten bij hun dagelijks werk horen, ging hij overstag. De foto's werden niet als respectloos gezien, omdat het hun bedrijf is en het was ook een nieuwe kist. Er werd ze echter aangeraden om de foto's niet te gebruiken voor een huwelijksfeest, want het zou de gasten kunnen afschrikken. 1. Ongepaste greep. Tot nu toe hebben we allemaal foto's gezien van koppels die zeker waren dat ze de ware liefde hadden gevonden. Op deze foto zien we een bruidegom die nog twijfelt. Of kunnen we stellen dat hij van twee walletjes wil eten? Op veel huwelijksfoto's zien we dat echtparen elkaar in het achterwerk grijpen tijdens een fotosessie. Deze bruidegom grijpt echter niet zijn vrouw, maar het bruidsmeisje op een zeer ongepaste manier in het achterwerk. Of zou hij zich vergist hebben? Op zich is dat al voldoende voor een opzienbarende foto, maar het bizarre van de foto zit er maar in dat de bruid net op dat ogenblik omkijkt. Ze kijkt zeer verontwaardigd naar de hand van haar man. Zou ze weten wat voor vlees ze in de kuip heeft en daarom achterom hebben gekeken? Of is het bruidsmeisje misschien een ex-geliefde van haar echtgenoot? We zullen het nooit te weten komen. Deze veelzeggende foto zullen we in ieder geval niet makkelijk vergeten. Welke van deze foto's vond je het meest bizar? Laat het ons weten in de comments. We rekenen erop dat je deze video een duimpje omhoog hebt gegeven.
abonneer je ook gelijk op ons kanaal en klik op het belletje voor nog meer geweldige top 10 video's.